Seabait-serie. Dat ik eigenlijk aan het sloten heb van die Seabait-serie, dat wordt een schilderij waarbij ik die stappen, dat worden er 4 of zo, of maximaal 5. Dat ook al besloten kan zijn. Maar dat heb ik hier niet. Hier is het een heel open proces waarbij er iets spannends moet gebeuren. Visueel en inhoudelijk. Ja. En dit is zo'n aanzetje. Ik vind het hier al mooie dingen in zitten, maar het is absoluut nog geen schilderij. Ja. Dit is schetsen, hè? Wat doe ik nog? Met stolpjes, met vormpjes. Om te kijken, wat doet een kleur, wat doet een vorm, wat doet een scherp lineair elementje. En doordat ik dat met deze manier doe en weer kan verschuiven, weer kan weghalen, dat is een vorm van controle. Want ik zoek totdat ik denk, shit, het gaat zo niet worden. Niet alleen maar tot lijnen en zo, een kleurvlakje en dan daar een sterk beeld van maken. En van daaruit heb ik eigenlijk steeds met de vrijheid gevoeld om dingen toe te laten en open te stellen en te creëren. Ja, dan denk je voor jezelf, ik zie dat je eronder staat, staat beeldkunst daar. Maar er staat niet onder schilderen, nee. Op zo'n teken. Nee, nou dat is wel heel bewust. Dat heeft hiermee te maken. Ik ben niet iemand die alleen maar met de mogelijkheden van verf denkt. Wanneer wordt iets beeld? En ik vind het heel fijn om te schilderen. Maar ik zie dan dat ik een soort verhaal vertel, een beeldend verhaal. Binnen een ruimte. En die ruimte dat is dan begrensd door dat vlak waar dat moet gebeuren. En daarbij doe ik dingen die het schilderen mogelijk maken, of dingen die een beetje tegen het schilderen ingaan, of die heel erg strijdig lijken met elkaar. Dat vind ik best leuk. Hele strakke, mechanische greep die super scherp moet zijn ten opzichte van het moment dat die verf helemaal mag vloeien. Dat is de controle van groot deel is. En wanneer is voor jou het schilderij af? Ja, dat is een hele goede vraag. Maar daar kan ik alleen maar het beste op antwoorden. En dat klinkt een beetje raar misschien. We hadden het net over het woord controle, maar daar gaat mijn hart sneller kloppen. Ja, dat is heel vreemd. Okay. Maar dat is een soort echt, dat is echt zo. Dat je voelt. Mijn manier van dingen ontwikkelen kun je zien als een soort van spel. Wat gebeurt er als ik dit met dat combineer? Een bouwwerkje of zo. En soms is dat grillig en soms meer gecontroleerd. Maar daarom zijn mijn schilderijen vaak ook helemaal niks totdat ze echt af zijn. En wanneer zijn ze af? Dat vertelt mijn gevoel. Ik denk van wauw, nu gaan al die dingen nou zoals in de chemie. Dat er onderdelen, dat er iets begint te borrelen en dat zich van je losmaakt of zo. Dat het een eigen ding wordt en een soort energie eruit vrijkomt die je niet erin gestopt hebt, maar die zich voltrekt. Ja. Iedereen die er naar kijkt, moet met dat ding iets doen. Er niks aan vinden, of het mooi vinden, of het interpreteren, of het gewoon in zijn esthetiek bekijken, of zo'n formele verhouding, of in zo'n soort figuratieve duiding daar geven. Vind ik allemaal goed. En dan kan ik nog praten met jullie over wat ik er doe, waarom. Ja. Maar het betekent dus niet zo dat ik het schilderij afvind als ik een leuk verhaal heb. In het schilderij op het beeld moet het kloppen. Ik moet wel zeggen, het gebeurt wel eens dat ik een schilderij maak en dat ik pas achteraf een titel, dat ik de titel erbij vind. Maar dat vind ik ook legitiem. Dat je het nog niet een woord kunt geven of zo, wat er gebeurt. Een beetje titel.
veel. Heb je ook wel werk zonder? Heel weinig. Ja. Want ik vind het een extra middel om en ik vind het leuk. Ik heb de schriftjes waarin ik allemaal woorden opschrijf en mogelijke titels die ik spannend vind. Of een begrip of iets kan ik tegen of iets schiet te vinden. Mm. En dan, dat kan een inspiratie zijn om een schilderij te gaan maken. Dat kan ook zo zijn dat ik na de hand een woord vind. Wat, ja, een titel, ik ga zich op een gegeven moment hechten aan de schilderij. Mm. Maar het verklaart, ik gebruik de titel is niet de verklaring. Ik zie het opeens zoals een mens een naam heeft. En op een gegeven moment vergroeit de naam en de persoon met elkaar. Maar ja, ze gaan met elkaar lijken. Ja, dat is mooi gezegd. Ja.